Goedemorgen, pleeps. Het is vandaag dinsdag, de 8e van mei 2018. En vandaag is mijn laatste werkdag voordat we op vakantie gaan. Vannacht vertrekken we naar Schiphol. En overdag vandaag heb ik 3, 4 lessen. Vanavond ook nog een dansles volgen, omdat ik dan ook meedoe aan de show. Dus moet ik ook wel een beetje inhalen. Dat is ook misschien wel een beetje handig. En moet de les ook nog kunnen voorbereiden. En ik ga ook nog therapie. Ik moet mijn tas nog inpakken, dus het is één drukke dag. Ik denk dat wij echt knock-out zijn om 11 uur of zo in ons bed. Want we zullen er wel om 3, 4 uur weer uit moeten om weer richting Schiphol te gaan. Want we vliegen om 6 uur naar Ibiza. Dus Ibiza, nog nooit geweest. Spanje natuurlijk wel. Dat is natuurlijk, dat spreekt niet voor zich. Maar goed, ik ben er eerder geweest. Het is al een tijd geleden. Maar Ibiza, ja, weet je, ik was gewoon curious. Ik had zoiets van, we gaan gewoon... Ik heb geboekt, denk ik, in januari of zo, I guess. Zoiets was het volgens mij. En ja, ik ben gewoon heel excited. We hebben het altijd weer erg nodig. We zitten midden in onze drukke werkfase. Dus tussenuit is even handig. Moet natuurlijk wel veel doen onderweg natuurlijk. Het houdt niet op, het werk. Dus ik blijf wel bij. En dus ik moet mijn creatieve loslaten in de vakantie. Maar dan heb je in ieder geval meer tijd. En hoef ik tussendoor geen les te geven. Dus dan heb ik meer tijd om wat vrijheid voor mezelf te bieden in creativiteit. Waardoor hele leuke dingen ontstaan. Dus ik kan jullie wel even een beetje meenemen vandaag. Wat we gaan doen. En ja. Hoe druk het ook is. Ik vind het wel gezellig om dat met jullie mee te maken. Uiteraard beginnen we met een lesje Strong by Zumba. En ik ben trouwens echt even kort gekleed. Warm gekleed. Misschien koud gekleed of zo. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Het is gewoon bloedheet. Dus ik wil gewoon minder kleren aan. Ik hoop dat het een beetje oké is met lesgeven. Zo. Ik heb nog nooit in korte kleren lesgeven. Maar... het voelt wat luchtiger. Ik denk dat het ook wel wat handiger is. Mattie, goedemorgen man. Goedemorgen. Zijn we al gearriveerd op je favoriete plek? Ja, maar ik denk er staat niks. Er staat niks. Oh. Jawel, ja, daar staat zo'n bord. Ja, daar kan je niet zo lekker op inzoomen. Ah, hij zoomt te ver. Het is echt lekker. Ja? Het is echt lekker. Je moet happy dansen. Wow, dat maakt echt een geluid hier. Man. Je zegt welkom in Ibiza. Welkom in? Nee, je moet hem zelf zeggen. Je moet de zin zeggen. Wat? Oh. Welkom in mini pizza. Nice. Dan was ik hier niet. Nou. Zo letterlijk zou ik het ook niet nemen. Oké, dit is het allemaal wat we kunnen doen hier in Ibiza. Wij kijken naar, ik vind het hippiemarkt heel erg leuk. Lijkt me erg leuk. Verder verborgen grotten. De rest is niet echt heel erg boeiend of zo, denk ik. En wat wil jij eigenlijk doen deze vakantie? Alles. Wel leuke dingen doen. Eentje die we sowieso moeten doen is een tatoeage laten zetten. Vind je dat niet een goed deal? Ja. Deal. Echt wel. Ja. Gewoon een gooientje midden op je voorhoofd of zo. Ja. Kijk dan hoe leuk en groen dit is. Hè? Ja.
nou, hier verblijven we dus. Super chill. Niet verkeerd. Niet verkeerd. Third floor. Ja, wij hebben een mooie kamer. Hey. Ja, dat weten we nog niet. Maar... Blijf wel even rollen, want anders... Nee, ik doe het niet tegelijkertijd. Doe het om en om. Let's do this. Swipe. Naar binnen. Arrivé. Alright. Wat een mooie shit. Juist, ga niet dat andere... Oh, dit is echt fancy. Dit is wel echt... Gast, ik had gewoon mijn fucking PlayStation kunnen meenemen, man. Jammer weer. Are you kidding me? Nee. Maar we kunnen wel, als er een HDMI-kabel bij zit... Oh, ik hoop het zo. Nee, ik denk niet. Jammer. Maar ja, dan hadden we wel bijvoorbeeld de films kunnen aansluiten en zo. Oh, jongens, kijk. Oh my god, oh my lord. Oké, okay, chill. Dit is oké. Okay. Dit kan, hier kan ik bij leven. En hier hebben we... Zouden we zo vroeg aan de wei moeten? Nee. Nee? Ik dacht, ik ga ervoor, maar laat maar weer hoor. Oh, de tafel hou ik aan het doen. Maar het ziet er zo leuk uit. Ik wil het hebben. Ik wil het doen. Oké, dus hier is een magnetron of zo. Een koelkast. Nog een opbergkast of zo. Oeh, badkamer. Oh, my lord. Zoveel shampoo's die je mee kan stelen naar huis. Wojo. Dit is echt nice. Dit is wel echt fucking geweldig. Dit is echt oké. Okay. Ik heb gewoon zin om lekker uit te pakken en het mijn eigen te maken. Oké, okay, kamer. Nice. Oh, met tv. We hadden echt een PlayStation mee moeten nemen. Ik heb frustraties nu. Twee fucking tv's, ouwe. Oh my god. Oké. En allemaal pepermintjes. Zou mijn moeder wel leuk mee zijn? Happy mee zijn? Het is zo strak modern hier, jongens. Ik vind het echt helemaal geweldig. Ik ben blij. Gast, dat gaat niet, jongen. Doe het. Als je kan het, je kan het. Yay. Ik krijg gewoon zin in een whisky of zo, weet je. Oh, alcohol. Ja, alcohol. Guys, we zijn echt ultiem aan het genieten, gewoon nu al. We hebben nog geen reet uitgevoerd. Dat is denk ik nog het lekkerste eruit. We hebben lekker eten besteld. En we zijn lekker aan het chillen, gewoon hier bij het zwembad. En we gaan zo meteen zwemmen. En eventjes wat boodschappen halen, gewoon echt geen reet uitvoeren. En I'm so happy. Je moet echt een mooie relatie dan, weet je. Het is echt niet verkeerd. Ik kan hier nog wel 10 dagen blijven. Of langer. Of langer zelfs. Heel graag zelfs. Voor ongeluk het vliegtuig missen. Ja, oepsie. En de kamer bij. Kamer ook echt. Niet eens de kamer houden. Gewoon kamer bij moeten. Oké. Oké, op de corner, ja. 3, 2, 1, ja. Oké, hij stopte wel heel snel. We zijn op zich van een paar duizend euro rijker. Doet. Op zich.